Alsjeblieft. Dank je. Mojito. Yes, Alessia. Voor ons twee. Ja, jongens, cheers. 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 Mm. Oh, dat is inderdaad wel echt goed. Eindelijk. Oh, dat is hier zo goed. En we zijn hier in Ostende. We hadden er een heel groot deel, of toch het grootste deel, van Onder Vuur is opgenomen. Uh-huh. En dat gaat over een brandweerkorps van Oosterhoever. Ja, leuk. En jullie hebben alle vier meegewerkt aan een heel prestigieuze reeks wel, ook ongezien in Vlaanderen. Wat zijn jullie functies in de reeks? We zullen beginnen bij Sam. Oké. Ik ben de locatiemanager en dat betekent eigenlijk dat ik alles doe wat te maken heeft met de locaties. Dus het regelen, het organiseren, de contacten met de politie en met de stad en ook een beetje de mama van de ploeg. Oké. Okay. Romy. Okay. Hallo, ik ben Romy. Ik ben productieleidster van Onder Vuur. Ik vind dat altijd, ja, dat is moeilijk om te beschrijven. Gewoon een beetje van alles op de hoogte zijn, denk ik. Een beetje de allrounder. Ik heb vooral ook veel contact gehad met de brandweer, die dat echt heel veel voor ons hebben gefixt. Mm-hmm. Voertuigen, figuranten, materiaal enzovoort. En voor de rest, ja, alles in toog houden en hopen en zien dat alles een beetje op wieltjes verloopt, denk ik. Kort gezegd. Ja. En wat doe jij? Ik speel Nina González in de reeks. Ik speel samen met Lien, een van de acteurs die meedoet. Dat is het een beetje, ja. Ik speel de jongste vrouw van het korps. Een beetje eigenwijze, mijn groot mondje wel, maar klein hartje. Ja. Een groot mondje. Dat denk ik wel, hè. Ja. Ja, een beetje wel. Nee, dat is oké. Okay. En ik ben eigenlijk de nieuwe luitenant van... Ik ga graag dat ze mij luitenante noemen. Dat is eigenlijk de nieuwe chef, de nieuwe officier. Dus Sam Lou, ik speel de oude officier, die was heel geliefd, die vertrekt. Die krijgt een andere post. En ik kom daaraan als nieuwe baas van Post Oosterhoever. En je wordt met open armen ontvangen? Nou, dat valt me redelijk tegen. Maar... Een beetje het omgekeerde. Dat komt, ja. Het is een reeks over brandweer. Mannen en vrouwen in Oostende. Maar wat kwam er dan allemaal bij kijken? Heel veel. Wat niet? Als je een brandweerinterventie hebt, dan moeten daar voertuigen zijn. Een commandowagen, een ambulance, een pompwagen. Allee, ondertussen kennen we alle termen. Ja. Dat is supergoed. De radio's, materiaal, als er iets moe, zeg maar, iets moet worden opengeknipt, dan is er een bepaalde schaar voor nodig. Allee, zo, ja, echt alles. En de brandweer die helpen ons daar super hard mee en die hebben alles voorzien voor ons. En zijn het altijd de acteurs zelf die alles doen of komen er ook echte brandweermannen in de reeks? De meeste stunts? Ja, denk 95% van de dingen hebben we allemaal zelf gedaan. Zelf gedaan. Dat was ook het... Ja, dat, jawel. Zelf maar we hebben ook zij echt super goed. Ja. Onder de vlammen lagen. Ja. Oh my god, en hoe hebben jullie zich daarvoor voorbereid? Want dat moet toch echt een enorme onderneming zijn geweest? Dat is vanuit productie stonden ze daar wel op dat we een week bootcamp deden. Ja. En dan zijn we met de hoofdcast zijn we een weekje les gaan volgen bij de brandweer. Ook effectief in vuur dan al gekropen. Alleen een container met een brandje en zo. Kleren blussen, hè? Dus we hebben alles, ja. Maar dat was allemaal heel gecontroleerd, waardoor dat iedereen heel comfortabel werd met wat we eigenlijk gingen moeten doen op set dan. Want dan ging het wel over gebouwen en brandsteken en zo. En, allee, dus... Maar het was wel ook heel heftig. Want we doen alsof dat niks was. Maar dat was gewoon heel leuk. Ik was kapot van. Ja. En ik was ook echt bang. En ik moest me daar ook wel overzetten. Dat was ook heel eng. Hè. Mm-hmm. Bedoel, dat was echt onder dat vuur en leren blussen en daarin gaan. En met perslucht. Dus dat je echt moet ademen in je masker en in die pakken en warm. En, allee, dat was wel een beetje jaloers. Dat was onwaarschijnlijk. Ik heb dat nog nooit gevoeld, ook dat gevoel. Wat je dan meemaakt, dat was een enorme ervaring. Ja. En voor ons team was dat ook heel goed. Ja, dat is heel goed geweest. Want met corona is dat ook een heel ander soort filmen of zo. Het is veel afstandelijker, maar door dat bootcamp hebben we dan elkaar voor de eerste keer allemaal deftig ontmoet. Mm-hmm. En is dat niet zo op set komen en hallo en wij spelen samen. Dat was toen zo'n beetje teambuilding ook. Als ik me niet vergis, heeft Louis Talpe tegen Marcel van Tilt verteld over een heel gevaarlijke stunt dat hij heeft uitgevoerd. Ik denk dat dat ook op nieuws is geweest. Wat zijn de gevaarlijkste stunts dat jullie hebben moeten doen? Of de leukste?
Dat gaan we niet zeggen, hè. Ja, de allerleukste dingen wil ik niet vertellen, want dan geeft dat al zoveel... Dat vind ik ook niet zo leuk. Ja, dat geeft al zoveel weg dan. Okay. Maar het is heel cool. Ze hebben wel meer gedaan. Als brandweer mannen en vrouwen hebben die echt met de slangen gesleurd en in de gebouwen moesten ze binnen gaan blussen. Ik ben de luitenante. En die staat eigenlijk op de stoep of zoekt een goede plek om te coördineren. Die zegt gewoon, gedag. En die kijkt vooral. Dus die is best... Wat voor locaties hebben jullie allemaal gedraaid? Of mag ik dat ook niet weten? Maar ja, er zijn wel een aantal dingen die gekend zijn. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld een heel nauwe samenwerking met Versluis, die al die hoge gebouwen hier zijn aan het bouwen, waar dat wij heel veel op hun werf hebben gedraaid. We hebben, denk ik, ook bijna alle werven in Oostende gevraagd om niet te werken tijdens onze opnames. Wat dan nog, mij nog nooit is gelukt in een andere stad, maar hier hebben we allemaal gewoon gedaan. Ja. Die legden het werk gewoon stijl. Ja. Die waren met de slijpschijf bezig. Actie! Beton die aan het draaien was, of weet ik het allemaal. Stoppen, allemaal he? Gewoon. Ja. Dan kon je maar een tiende doen he, per dag. Het is wel voor onder vuur, hè. Dat is wel voor onder vuur, hè. Zeg, en hebben jullie zich dan ook moeten voorbereiden? Want de acteurs moeten zich voorbereiden, moeten op bootcamp, moeten leren blussen, perslucht, ademen. Ik weet niet of ik het juist zeg, maar hebben jullie dan ook bepaalde voorbereidingen moeten doen om... Ik heb wel samengezeten met de brandweer of zo in het begin ook over welke voertuigen zijn er wanneer op welke interventie enzovoort. Ik heb gewoon heel veel bijgeleerd over de brandweer, dat eigenlijk vooral. Maar echt specifiek voorbereiden, ja, niet anders dan een andere productie. Maar we hebben wel veel bijgeleerd over het brandweerleven, wat dat super interessant is. Ja, allee, ik vind dat heel interessant. Ja, onwaarschijnlijk. Wij komen bijvoorbeeld nooit zelf, nooit echt vaak op de set. Wij gaan altijd, dus voor ons heeft dat niet zoveel nut om mee in een brand te gaan lopen, want dat gaan ook niet. Jullie moeten andere brandjes blussen. Oh, niet. We moeten andere brandjes blussen. Zeer goed. Dat komt zo, hè. Ja. En ik ben wel benieuwd, want we hebben... Het is wel een heel bombastische reeks of zo, hè? Met heel veel stunts en heel veel dingen, actie. Ik ben wel benieuwd wat dat gaat geven bij de mensen, want het is niet... Nee, wij zijn door meer een dramatisch land of zo. Maar we hebben ook wel natuurlijk de privélijntjes, hè? Ja. Van een paar hoofdpersonages volgen we thuis ook natuurlijk. Ja. Niet vertellen, hè? Dat kan niet. Maar je mocht wel een tipje van de sluier lichten, hè? We moeten een kleine tease. Het is niet enkel het werkleven, het is ook inderdaad... Je volgt een paar mensen. Want dat is ook juist het ding, als je werkt in een brandweerkazerne, die maken thuis ook dingen mee. En onbewust, dat is in elke job zo, neem je dat wel mee naar je werk of zo. Met het verschil dat als je dan een brand moet gaan doen of zo en iemand moet gaan redden, moet je wel die knop kunnen. Ja. En dan zie je bij bepaalde personages lukt dat heel goed en heel natuurlijk. En bij anderen wordt het privé er wat in meegesleurd en... Dat is wel interessant om te zien, omdat dat in het echt ook gewoon zo is. Ja. Dat de ene dat makkelijker kan uitschakelen, ook na de interventies. Als er iets heftig gebeurt, om dat te kunnen loslaten daarna. Dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend, denk ik. Want naast de bootcamp dat heeft plaatsgevonden, hebben jullie ook de brandweer gewoon gevolgd? Een kijkstage of zo? Is dat ook iets dat gebeurd is? Of? Ik mocht mee... Wat, hè? Ja, omdat we daar net nog over aan het lachen waren. Voilà. Dus de bootcamp begon, toen was dat, hè. De bootcamp begon en dag 1, ik zag iedereen terug en ik dacht, oh wat leuk, want we hebben gedraaid in vorige zomer, even stilgelegen, corona geweest en dan nu weer gedraaid. Dus ik zag iedereen terug, maar ik werd direct opgeroepen door een andere officier. Die zei, Lien de Graaf, wie is Lien de Graaf? Die moet nu mee met de commandowagen, we moeten een interventie doen. Oh my god! Dus ik zei ook, oh my god! Zijn ze van de paal gegaan? Nee. Wel, dat wou ik nog zeggen. Dat is geen ding er meer. Is geen paal. Hoe is geen paal? In zo'n 1 niet. Er is geen paal. Oké, maar wacht. Wat is er dan een trap? In zo'n 1 is het gelijkvloers. Ja, maar de palen zijn ook heel gevaarlijk. Dus ze doen dat niet meer zo vaak. Dat is wel een goede paal. Dank je. Je ziet het. De koude. Beter dan de warme. Ja, ik denk dat dat niet. Maar ja, beeld u in. Er zijn vaak ook 's nachts interventies. Mm-hmm. Als je zo nog wat slaapdronken bent. En dan moet je van zo'n paal... Allee, ik kan me wel inbeelden dat... Ja, misschien...
En misschien is de koffiemachine net kapot. Komt echt niet. Okay, dus, maar geen paal dus. Het ontkrachten van de paalmythes. Er zijn geen palen bij de brandweer zone 1 in Brugge. Nee. Maar andere brandweers mogelijk wel. Mogelijk wel, ja. En in de productielokalen, hebben jullie daar palen staan? 10. Ja. Iedereen eentje. Ze. Ik ben echt super benieuwd naar de reeks. Ja. Dus ik kijk er echt naar uit. Naar de luitenanten, naar het groot mondje, naar de makkelijke positie, naar de geweldige locaties. Cheers! Leven!